Heftige en bizarre verkeersvideo's. Elke week zie je bij de Telegraaf een ASO van de week. Brought to you by de makers van onze veelbekeken collega-hitshow Dashcam. Met 2019 in zicht maken we samen met onze verkeerscollega's de balans op. Wie waren dit jaar nou de allergrootste ASO's? Spektakel gegarandeerd in deze speciale crossover aflevering van De 5 meets Dashcam dus. Welkom. En ik zou hem zeker uitkijken, want aan het einde vertel ik je hoe je één van deze dashcams kunt winnen. Jawel. De eerste kandidaat vinden we in de ochtendspits op de A27 bij Hilversum. De belangrijkste ingrediënten, een weefvak en een opdringerige Renault. Morgen. Kijk, iedereen maakt natuurlijk fouten, maar iemand van de weg drukken en dan ook nog remmen om een tweede botsing uit te lokken, dat kan natuurlijk niet. Het is uiteindelijk wel trouwens netjes opgelost via de verzekering. We gaan naar de A15 bij Spijkenisse, waar iemand te maken krijgt met een heet hoofdje eerste klas. Dit uitstapje midden op de snelweg eindigt dus met een sisser en met een klap op het dak. Nog een golfje van verontwaardiging vonden de makers van ASO van de week dit jaar op de A44 richting Den Haag. Een gevalletje van links rijden en een inhalige achterligger die het allemaal niet snel genoeg gaat en die dan nog even wraak moet nemen. Filmpjes waarin mensen met gevaar voor eigen leven moeten handelen komen natuurlijk niet alleen van de snelweg af, ook uit Hartje Stad. Ook in Amsterdam is gelijk oversteken doorgaans wel zo netjes, maar in dit geval is het toch even niet zo handig. Let ook op het verkeerslicht, want dat staat wel heel kort op groen. Fuck is dat nou weer, man? En de laatste kandidaat is weer een snelweg-ASO en hier zit zelfs een vliegende kano in. Die ligt op het dak van een auto van een stel dat terugkomt van vakantie en die komt zo van dat dak af. Let maar op. Plaats van handeling, de A16 richting Dordrecht. Oorzaak, niet opletten. De grijze auto geeft er nog een slinger aan en claimt dan achteraf dat hij een klapband had. Maar goed, de beelden bewijzen dat het onzin is, dus wat ons betreft krijgt hij lekker het heen en weer. En dan nu, onze asociaal goede weggevenactie. Wat moet je nou doen om een van deze prachtige dashcams in de wacht te slepen? Nou, laat ons weten welke van deze 5 wat jou betreft de grootste ASO van het jaar is en waarom. Mailen kan via verkeer@telegraaf.nl en als je dit via YouTube kijkt in de comments. Het zijn echt geen flutcams trouwens, echt goeie. En daarvoor zou ik dan weer even kijken naar de speciale dashcam aflevering van Hebbeding afgelopen donderdag. Kijk die nog even terug. Vergeet niet te liken en te abonneren natuurlijk. En volgende week kijk je natuurlijk weer naar De 5. Doei!